Als klein jongetje kwam Rick van Tongeren voor het eerst in de lampenwinkel van zijn vader helpen. En hij kan zich dat nog goed herinneren. Ik ben op de zaterdagen komen helpen. En ik was vrij lang voor mijn leeftijd. En het is heel leuk. Een van mijn eerste klanten was eigenlijk ook een van mijn allergrootste klanten die ik ooit gehad heb. En die klant, die heeft hij nog steeds. Rick heeft de zaak van zijn vader uiteindelijk overgenomen. Maar zij waren al op een leeftijd. Ze liepen toen tegen de 60 en zeiden van, als jij het niet wilt komen doen, dan gaan we met de winkel stoppen. Ik vond het ook wel een heel moeilijk iets om dan na de hand op mijn geweten te hebben, terwijl mijn ouders er nog waren, dat ik het bedrijf had gestopt. Nu, na jaren hard werken, moet de zaak zondag toch echt sluiten. Rick heeft zelf geen kinderen en dus ook geen opvolger voor het bedrijf. De sluiting van de lampenwinkel brengt herinneringen naar boven. Ik heb hier nog een hele leuke oude foto. Het bezoek van toenmalig prinses Beatrix aan Utrecht bij de opening van Hoog Katrijne. En ik sta daar met mijn moeder op het balkon. Door de jaren heen heeft de lampenverkoper de winkelstraat erg zien veranderen. Deze straat waar wij dus het bedrijf in hebben gevestigd was 50 jaar geleden een lokale winkelstraat voor lokale bevolking. Mensen die in de binnenstad woonden, boven de winkels. En die kwamen hier gloeilampjes kopen en armatuurtjes. En nu zitten we inmiddels in een tijdspanne dat mensen vanuit heel Nederland en ook zelfs vanaf de hele wereld naar Utrecht toe komen en bij mij lampen kopen. Die internationale allure zie je terug in de lange Elisabethstraat. Je vindt er vooral grote winkelketens en buitenlandse merken. Rick is er dan ook van overtuigd dat zijn winkel zal worden overgenomen door zo'n grote keten. Absoluut, want op deze locatie kunnen alleen nog maar wereldspelers terecht. De locatiehuren zijn dermate hoog dat een zelfstandig ondernemer dat niet meer zou kunnen bolwerken. En dus is het jammer dat ook deze zelfstandige winkel zondag de lampjes uit zal doen. Ik denk dat ik het wel zelf doe. Ik heb het eigenlijk altijd wel zelf gedaan. Behalve de dagen dat ik er natuurlijk niet was. Nee, ik heb er wel een paar groepen voor die ik in één keer uit kan zetten. Als ik alles apart aan het moet zetten, ben ik wel heel erg lang bezig.